Hi, ik wil het vandaag met jullie hebben over de Laser Cruiser NTA goedgekeurd. Ja, wat is eigenlijk NTA goedgekeurd? Vanaf 1 januari ben je ook verplicht op een snorfiets een NTA goedgekeurde helm te moeten dragen. Dit is dan hier een voorbeeld van. Eigenlijk moet je zien dat deze een wat dikkere schaal heeft ten opzichte van een standaard fietshelm, die wat meer impact kan hebben. Deze is echt wel aan een aantal testen, slash crashtests ondergaan. Dat hij echt gebruikt mag worden op een snorfiets en een speedpedelec vanaf de 45 km per uur. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij voor op de stadsfiets slash e-bike niet te gebruiken is. Je hebt gewoon wat meer bescherming. Het enige nadeel wel wat is dat deze helmen wat zwaarder zijn qua gewicht ten opzichte van een standaard fietshelm. Deze Laser Cruiser is voorzien van een petje voor de zon of voor een tak. Ja, takken zul je niet 1, 2, 3 snel tegenkomen natuurlijk op een fietspad, maar je weet maar nooit. En deze is ook nog geschikt voor een achterlampje in te klikken, dat je wat meer zichtbaar bent op de openbare weg. Ben je inmiddels bezit van een speedpedelec of een snorfiets en je zoekt nog een mooie helm, dan is de Laser Cruiser iets voor jou. Mocht je deze video leuk vinden, duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube kanaal.